Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 14 augustus 2015. Dat is het bulletin van vrijdag. De uitzending van vandaag is op een paar seconden na helemaal gemaakt door Simon, PA9TV. De komst van de nieuwe 5 MHz band voor Nederlandse F-amateurs, 60 meter, lijkt nu heel dichtbij gekomen. De amateurverenigingen hebben ruim een jaar geleden, vooruitlopend op de WRC die komend najaar plaatsvindt, verzocht of het niet al mogelijk was om in Nederland alvast de amateurs op die band toe te laten. Hiervoor was ook de toestemming van de primaire gebruiker Defensie nodig. Die laatste gaf afgelopen voorjaar aan geen bezwaar te hebben om 100 kHz op secundaire basis aan de amateurs beschikbaar te maken, waarna dit vervolgens in een wijzigingsvoorstel voor het Nationaal Frequentieplan kwam te staan. Volgende week, op donderdag 21 augustus, eindigt de publieke consultatie van het gewijzigde Nationaal Frequentieplan en de verwachting is dat er dan geen bezwaar zal zijn. Als het goed gaat, duurt het nog enkele weken voordat de wijziging in de Staatskrant gepubliceerd wordt, waarna dit rechtsgeldig is. Formeel moet het dan ook nog aangepast worden in de betreffende frequentietabel in de regeling Frequentiegebruik met meldingsplicht 2015. Verwacht wordt dat die wijziging hoogstwaarschijnlijk op datzelfde moment gepubliceerd kan worden. Op ervaringen gebaseerd is niets bij dit soort dingen zeker, maar dit alles zou in de eerste 2 weken van september al gerealiseerd kunnen zijn. Het gaat daarbij om het bandje 5,35 tot 5,45 MHz en niet de volledige 400 watt zal toegestaan zijn. Morgen is het zover. Het International Lighthouse Lightship Weekend begint dan weer. Ook Nederland is weer goed vertegenwoordigd. In Noordwijk wordt dit keer voor het eerst, als ik het goed heb, de vuurtoren bevrouwd door PI4ILC. Het PI4ILC, de Dutch Young Ladies Club, bestaat uit, zonder twijfel, allemaal dames. Deze contestgroep brengt regelmatig de ether in beroering vanuit diverse clubstations en hebben dit keer de vuurtoren van Noordwijk in hun vizier. Des te meer reden om morgen mee te doen aan de ILLW. Nog een korte ingelaste mededeling. De AMSAT NL-transponder op de Echo Oscar 79 zal tijdens de IILW geactiveerd worden. Gebruikers van Jesu, JRC, AOR, Rakal en andere radio's opgelet. Tijden veranderen, ook voor de liefhebbers van mechanische filters. De wereldberoemde producent van deze filters, Rockwell Collins, heeft de productie van deze filters gestaakt. Als u dus nog een aftermarket filter upgrade zoekt met echte Collins filters, moet u snel zijn. Dat hackers en radiozendamateurs een hoop gemeen hebben, wordt deze week weer bewezen op het Chaos Communication Camp. Het Chaos Communication Camp, georganiseerd door Chaoswelle, de zendamateurs van de CCC, loopt van 13 augustus tot 17 augustus. Nog maar een paar dagen dus. Het kampeerterrein ligt 40 kilometer boven Berlijn en bestaat uit een bonte verzameling tenten en er worden zeer veel lezingen gegeven. Veelal over hacking natuurlijk, maar ook de zendamateur komt aan bod met televisieuitzendingen in de 2,4 GHz band, het bouwen van een satellietgrondstation, elektronica zelfbouw met priegelcomponenten en natuurlijk het hacken van je auto. Overigens krijg je bij de kassa na inschrijven een badge, die dit keer een volledige low-power SDR-radio van 50 MHz tot 4 GHz bevat. Bestuurbaar met GNU Radio. Een leuk initiatief voor de radioamateurs die DX-clusters net iets te beperkt vinden voor berichtuitwisseling en die pakket radio nog steeds missen. QTCnet is een berichtenservice voor kleine berichten van allerlei zendamateuraard. Niet encrypted, zodat het zonder meer ook over de ether kan worden uitgewisseld. Er zijn koppelingen beschikbaar voor DX-clusters, APRS en RSS-feeds. Neem eens een kijkje en ga naar www.qtc-net.org. www.qtc-net.org. Ja, en ik wil aan het slot zelf nog even terugkomen kort op de column van gisteren over het Reformatorisch Dagblad en de VRZA-voorzitter Floris, PA1FW. Naar alle waarschijnlijkheid is Floris slachtoffer geworden van een zwart schaap die zich zowel naar zijn werkgever toe als naar de VSTA voordeed als een serieuze journalist. De goede man had zijn verhaal al klaar en belde om die informatie te legitimeren nog even met de voorzitter van een van de verenigingen. Floris heeft behalve de dure amateurspullen ook duidelijk in het gesprek genoemd dat de goedkope apparatuur te koop is uit China. En zo waren er meer dingen. Dit alles paste kennelijk niet in het thema van de rubriek Vergane Glorie, waar het verhaal nou eenmaal voor bestemd was. De Zwarte Pieter komt hier dus geheel toe aan het Reformatorisch Dagblad, waar in elk geval één journalist de principes van het vak aan zijn laars lapt.